Het is tijd voor de meest aangevraagde video voor dit kanaal. Yo gasten van Almost Normal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag is het dan eindelijk zover, de Teak Tuning Review. Hoe goed zijn Teak Tuning boordjes en waarom moet je dit als eerste boordje kopen? Of misschien ook niet? Ja, ik heb er hier drie en de reden waarom ik er drie heb, nou ja, dat is hierdoor. Skateboard, want dit heb ik vroeger ook heel veel gedaan. Dus maar dat is echt een skill, hè? Want ik dacht, nou, wat is daar dan per se leuk aan? Maar ik heb filmpjes gezien dat mensen helemaal zo tricks en zo doen. Ja, klopt. Dat is zo moeilijk. En die heeft met mijn knolpowerboard, ik zal dat wel eventjes laten zien, die heeft echt gekke trucs gedaan met mijn knolpowerboard. Echt gruwelijk. Dan moet ik eigenlijk eventjes langs en hem een paar van deze geven, want dit is echt heel sick hoor. Plus, oh ja, die skateboards die wil ik nog even meenemen voor als ik naar die jongen op zoek ga. Die moet ik dus even weer opzoeken. Want hij had me wel video's gestuurd van dit. Ja. En ja, dat was echt gruwelijk. Dat was echt keihard. En neem ook deze even mee met licht. Zo, dan hebben we wel genoeg, denk ik. Ja, en zo Knol had mij in zijn video gestopt. Mij leek het dan ook leuk om hem een semi-pro setup te geven. En Mayra natuurlijk ook. En als er nog iemand bij was, diegene ook. Maar ja, helaas heeft hij nooit meer een berichtje gestuurd. Maar goed, voor nu heb ik er dus drie en ik dacht ik kan er eentje wel van in elkaar zetten en samen met jullie gaan reviewen. Ik heb gisteren namelijk op Instagram gevraagd welke van de drie ik moet doen. En er is uitgekomen dat ik moet gaan voor nummer 2. Dus dat is deze, gaan we vandaag openmaken. Maar ik zal nog heel even laten zien wat de andere twee boordjes zijn. Zoals je ze kan zien, één Space Deck van 34 mm. En één een soort van cassettebandje, maar die is 32 mm. Want ik vond het ook wel leuk om verschillende millimeters te laten zien. En hoe dat dan werkte en dergelijke. Maar deze gaan voor vandaag aan de kant. Want wij gaan deze openmaken. Ja, dit is het Teak Tuning met een soort van graffiti wrap. 34 mm ook. Ga jullie nu meenemen wat dichterbij. Zodat jullie kunnen zien wat er in het pakje zit. Want we gaan hem ook even openmaken. In elkaar zetten en natuurlijk reviewen. Ja, hier zitten we dan. Ik heb hier de twee boordjes en het gewonnen boordje door jullie uitgekozen. Die gaan we even openmaken om te kijken wat erin zit. Nou ja, sowieso zit het dus in een mooie verpakking. Teak Tuning hierbovenop. Met de Prolific Series. Dit is dus de Prolific Series boordje. En hierachterop staat de informatie die erbij zit. Teak Tuning Complete Fingerboard Graffiti Wall Edition Premium Heat Transfer Graphic Pro Shape Size Bearing Wheels Pro Trucks 61A Pro Dural Bushings en 34 mm bij 97 mm. Kijk, dus dit is een 34 mm versie. We gaan hem even openmaken. Hier zie je binnenin ook nog wat, ja, wat het allemaal is. Dan gaan we eventjes zo het pakje openmaken. En ik denk dat ik maar begin met de rip tape eruit te slijden. Alles sluit eruit. Oeh, dit is best wel oké, rip tape. Ik zie alleen wel dat er twee gaatjes in zitten. Dat komt er, denk ik, door de packaging. En dan gaan we nu het boordje eruit halen. Alright. Oh, hij is nog best wel sick eigenlijk. Dit is het boordje uit de verpakking. Oeh, ik laat hem bijna vallen. Hij ziet er wel gaaf uit. Nou, niet echt per se dat je Teak Tuning hebt. Ik merk wel, hij voelt een beetje, ja, wel goedkoop of zo. Ik weet niet hoe. Het is zeg maar niet kwalitatief hetzelfde als zo'n Kalje deck of zo. Je voelt dat dit zeg maar handgemaakt is en dit lijkt meer een soort van machine gemaakt of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat moet, ja, uitleggen. De gaatjes moet ik er nog even inprikken voor de trucks. De graphic die loopt er gewoon overheen, die is er overheen geplakt. Dat is gewoon een goede tactiek en je graphic blijft gewoon goed zitten. Wat ik trouwens wel vind is dat dit een hele toffe graphic is. Hij glimt ook mooi. Zo'n gave graphic. Dan hebben we hier de rip tape. Nou ja, dat kennen jullie natuurlijk. Dit is volgens mij wel gewoon een goedkope rip tape. Zo te voelen aan het stofje, maar dat is niet per se heel erg. Dan hebben we een mooie, ja, nagelvel is het eigenlijk, hè. Maar daarmee doe je je rip tape fixen. Hier hebben we de bubble bushings. En ik heb er 5 in plaats van 4. Dus mocht je er eentje kwijtraken, dat is wel heel chill. En hier hebben we het zakje met trucks en wielen die ik er heel even uitgehaald heb. Het zijn zwarte wielen en chrome trucks. Hier heb ik de truck, een van de twee trucks. En zo te zien is dit een 32 mm truck in plaats van een 34 mm truck. Dat is niet per se heel erg. Alleen op een 34 mm boordje is een 34 mm truck. Ziet er wel toffer uit. Nu heb je gewoon net een klein beetje, zeg maar, dat het niet helemaal aan de zijkanten vol loopt. Maar alsnog is het gewoon best wel prima. En hij is sowieso echt wel mooi.
En ik voel nu al dat hij goed beweegt, want volgens mij zitten dezelfde bushings er al op. Maar daar gaan we gewoon eens even kijken strakjes of dat zo is. Ik zie ook dat er een locknut op zit en ik merk dat bij goedkopere versies van trucks heel vaak er geen locknut op zit, waardoor die zeg maar loskomt en nou ja, je heel makkelijk spullen kwijtraakt. Dat is natuurlijk zonde. Dus dit is wel positief in ieder geval. Hier heb je de bearing wheels, je ziet de bearing goed zitten. Nou, het zijn gewoon plastic wielen, maar om mee te beginnen is dit een perfect wieltje. Ja, ik denk wel dat dit voor zeg maar prijskwaliteit natuurlijk is. Ik ben wel benieuwd of ze ook beter zijn dan bijvoorbeeld de goedkopere Teak Tuning Sets. En dan heb ik de schroefjes en een tool. Dan ga ik hem snel even in elkaar zetten en dan zie ik jullie zo meteen terug. Yes! Nou, het is gelukt hoor. Hij zit in elkaar. En ik heb gelijk een aantal dingen die ik direct met jullie wil doorbespreken. Want er zijn een paar dingen. Sowieso, het eerste ding is wat ik net zei over de rip tape. Ik denk dat dit inderdaad een wat goedkopere rip tape is. Hij is wel grippy. Hij is heel grippy. Maar het eraf halen ging super moeilijk. Je zag ook, ik gebruikte eerst deze. En daarna heb ik mijn eigen nagelvel gebruikt. Omdat hij gewoon net wat chiller werkt. En je ziet ook wel, hij is nu alweer een beetje viezig. En hij heeft hier een stukje. Dus het rip tape verwijderen is sowieso al lastig. Voor mij, ik heb denk ik al wel 100.000 keer dit gedaan. Dus voor iemand die dit voor het eerste keer doet, weet wel, dit is een beetje moa rip tape. Dus ik kan je wel aanraden, koop wel extra, misschien andere rip tape erbij. Die nou, misschien wel wat chiller is dan deze. Verder is die wel goed gelukt, moet ik zeggen. Ik heb een streepje gedaan. De trucks, die heb ik erop gezet. Alleen die zitten, zoals je kan zien, hier en daar niet helemaal lekker op het boordje. Dat komt omdat die schroefjes niet lang genoeg zijn. Dat is op zich niet erg. Het zijn gewoon Tektek schroefjes. Je hebt er zelfs eentje extra mocht je er ooit een keertje eentje kwijtraken. Dus dat is wel heel chill. En de bushings die erop zitten, zoals je kan zien, hij draait eigenlijk al best wel goed. Alleen nu heb ik er wel bushings bij. Alleen ga ik die denk ik niet eens gebruiken, want volgens mij is het niet eens nodig. Ik denk dat het namelijk gewoon dezelfde bushings zijn. Laat ik eens even voelen. Nou, wacht even. Ik ben zo terug. Ik ga er even nog eentje in elkaar zetten met de bushings erbij. Alright, nou goed, daar ben ik weer. Ik heb één van de trucks omgewisseld met de bubble bushings. En ze zijn inderdaad anders. Want de normale bushings die erop zitten, deze, dit zijn van die donut bushings. Nou, dat zijn de goedkopere versies. Zijn inderdaad minder goed. Dus ik ga ook de andere even omwisselen naar de bubble bushings. Je hoeft het dus niet te verwisselen. Je hebt dus twee setjes bushings die je krijgt bij een setje. Wat ik eigenlijk al wel sick vind. Maar deze bubble bushings zijn gewoon echt heel goed. En gebruik ik ook bij mijn andere setups. Dus het is wel heel erg vet. Ga ik deze nog snel even omwisselen. En dan kunnen we de review beginnen. Alright, en ook de andere zit erop. En zoals je kan zien, de trucks, ze bewegen heel erg goed. We gaan nu gewoon heel eventjes de eerste paar tests doen om te kijken van is het waard om dit bord te kopen. Nou, sowieso wil ik het eerste even zeggen. Het is natuurlijk een 34 mm dekje. Dat is even dik als deze, als mijn andere setups en deze. En daarvoor alleen al zou ik hem kunnen aanraden. Want het is gewoon heel erg chill om een 34 mm dekje te hebben. De shape is op zich best wel goed van dit boordje. Je kan wel zien, hij is wel wat platter dan misschien dit boordje iets platter. De concave, dus dat hetgene wat hier zo in het midden zit. Dat is vrij plat, wat wel chill is om mee te beginnen. Want met een diepe concave werken is gewoon lastig in het begin. Omdat je dan je vingers anders moet positioneren. Dan gaan we eens even kijken. Oké, hij rijdt. Hij rijdt. Dat is misschien wel het beste om te zeggen op dit geval. Ja, hij rijdt niet super duper chill. Ik ga ondertussen ook even een beetje
die shit opruimen hier, want hij maakt wel veel troep, zou ik zeggen. En we hebben nog een teak sticker. Dat ik die er even opplakken, weet je. Maakt toch niet uit, het is toch graffiti. Oké, ik weet ook gelijk weer de reden waarom ik nooit stickers op mijn bordje plak. Omdat het gewoon altijd heel erg kut is. Oké, nou, het rijden, ja, dat is minder. Maar dat valt wel te verwachten met de plastic wieltjes die er zijn. Je hoort ze wel echt enorm goed draaien. Ze draaien ook echt heel lang door. Maar of dat betekent dat ze per se goed zijn, want deze draaien eigenlijk helemaal niet. Maar als je dit ook luistert. En dan deze. Je hoort gewoon het verschil. Je hoort dus ook dat de wieltjes speling hebben met de trucks, want dat hebben ze. Je kan ze niet helemaal vastzetten. En de schroefdraad van het wieltje komt verder dan het wieltje. En dat vind ik persoonlijk best wel lelijk. Maar goed, dan ga ik jullie weer eventjes terug meenemen naar een iets grotere uitzicht. En dan gaan we nog heel even kijken naar het bordje. Yes, hier zijn we weer met een grotere uitzicht. Belangrijkste is, land ik de eerste kickflip? Want anders dan gaat hij de prullenbak in. Ik land gewoon de eerste kickflip. Het lukt gewoon. Eerste treeflip. Eerste 180 heelflip. Ik weet niet wat dat was. Oké. Dit bordje bordt wel lekker. En dan heb ik het over de shape van het bordje. Nu ik de eerste paar tricks heb gedaan, merk ik aan dit bordje dat hij wel echt lichter is dan mijn andere setups. Weet niet per se of ik dat heel chill vind. Ik denk dat dat gewicht komt uit de trucks en de wielen. Het gewicht verliest dan in dit geval. Maar de rip tape en het bordje, de shape van het bordje, vind ik echt super nice. Ik zie wel dat ik echt heel dom ben geweest en de rip tape keerdom heb gedaan. Dan hebben we nu alleen nog maar één ding te doen natuurlijk. En dat is de trickmontage. Let's go. Ja, voor een beginnerboordje is dit dus een van de betere boordjes die je kan kopen. Voor het geld wat je ervoor betaalt, volgens mij waren deze 35 euro. Dus een semi-pro boordje voor 35 euro. Kom je nou natuurlijk nog niet aan de 120 euro boordjes die ik hier heb. Maar voor dat geld heb je wel een van de beste beginnende boordjes die je kan kopen. Dus ga je van een tech deck af, koop een teak tuning boordje als eerste. Voordat je of te veel geld uitgeeft aan een complete sick boordje. En dan lukt het nog steeds niet helemaal en dan word je gek en dan stop je ermee. Maar koop dan eerst een teak tuning boordje om daarmee goed te oefenen. En kom je dan op een gevoel waarvan jij zegt, hey, ik kan het nu een beetje. Het is tijd dat ik mijn setup up ga graden. Dan zou ik daarna ook, ik laat hem ook gewoon twee keer vallen. Maar dan zou ik daarna inderdaad gewoon een professioneel boordje halen. Teak tuning heeft ook nog goedkopere sets. Daarmee kan je ook beginnen. Maar deze semi-pro sets zijn wel wat beter. Je hebt betere en mooiere trucks. De bubble bushings die erbij zitten zijn gewoon super chill. En voor de rest is het boordje ook gewoon netjes van hout. En heeft het een leuke graphic. Terwijl de goedkopere versies niet echt per se een graphic hebben. Alright, ik hoop dat deze review een beetje goed was voor jullie. En ik hoop dat je er een beetje van hebt kunnen leren. Natuurlijk hebben we ook even epische tricks ermee gedaan. Ik ben in ieder geval heel blij met het eindresultaat van het boordje. En ik kan jou zeker aanraden om als jij eens een semi-pro boordje wil kopen. En niet heel veel geld uit wilt geven. Ga dan voor de Teak Tuning Semi-Pro. Ik heb trouwens deze gekocht via de Teak Tuning website. En dat had ik ongeveer een weekje shipping. Dus ik moest een weekje wachten. En de shippingkosten waren ook minimaal. Het was in ieder geval niet heel duur. Dus dat is super chill. En daar hoef je in ieder geval niet heel erg lang op te wachten. Alright, dankjewel in ieder geval voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je hebt genoten van de tricks, van de review. En ik hoop dat ik jou heb kunnen overtuigen om misschien wel een Teak Tuning te kopen. Of juist om te zeggen van weet je wat, ik ga voor een pro-boordje. Dankjewel in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen natuurlijk.
natuurlijk. En dat is like, abonneer en reageer. Tot de volgende keer. Later! Zou het toch wel mooi zijn als Enzo dan nog een keertje zou reageren, weet je?